Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met de gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. En op 21 maart is het Wereldpoëtiedag. Dus waarom niet naar de ala Poëma Nitti gaan? Dat kan, want Mathij gaat me daar alles over vertellen. What is a little Hi Mathij. Hi Jelena. How are you? Uh, nou ja, druk, maar het is een goede drukte. Ja, dan gaan we die even aanhouden. <laughs> Jij organiseert weer de Alakondripuwe Manetti. So, uh, tell me everything about it. Nou inderdaad, het is de tweede editie van de Alakondripuwe Maniti. Uh, dit jaar is de subtitel Waaderi Jina Uma. Omdat we dit jaar dus niet alleen kijken naar uh, de Mondiale Poesiedag. En ook nog de Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Die zijn allebei op 21 maart. Maar we doen ook nog een additionele terugblik op uh, de Internationale Dag van de Vrouw. We willen belichten dat vrouwen uh, across the board uh, het zwaarst getroffen worden door marginalisatie. Dat vrouwen de voornaamste cultuurdragers zijn in samenlevingen. Dat vrouwen de spil zijn van gemeenschappen. Dat willen we op die avond belichten. En uh, vorig jaar is dat dus gebeurd in samenwerking met uh, Theater Thalia. Uh, er waren volgens mij uiteindelijk meer dan 30 artiesten op het podium. Uh, allemaal verschillende leeftijden. Ook gewoon een, uh, een toonbeeld van de diversiteit aan uh, uh, identiteit en ervaringen in Suriname. Ook gewoon de culturele belevingen. Het was een hele mooie avond. En op, uh, op vele verzoeken, echt overdonderend verzoek, is gekeken naar de mogelijkheid om het dit jaar uh, weer neer te zetten. En het belooft een nog groter programma te worden. Oké, okay, nou, klinkt allemaal goed zo so, als. Maar walk me through uh, 21 maart, wat gaat er allemaal gebeuren? Oké, okay, um, we starten de avond als alles goed zit met uh, twee korte toespraken. Een beetje om het kader aan te geven, uh, een beetje van de hoogwaardigheidsbekleders. En daarna uh, begint het programma gauw. Er zitten tentatief 45 acts in de avond, vandaar dat het programma ook drie uren duurt. Dit is een wow. mammoetprogramma. En dat is. Uh, en als iedereen die zich heeft aangemeld ook echt komt, dan zitten we waarschijnlijk op 3,5 uur. Maar het wordt een hele mooie avond. Er is een gelegenheid uh, voor de open mic. Dus als er mensen in het publiek zijn die zeggen: hé, hey, ik wil een uh, toevoeging doen, heel kort, dan mag dat. Er wordt geen uh, kaartentarief gegeven bij de poort, omdat nu meer dan ooit kunst en cultuur toegankelijk moeten zijn voor de gehele samenleving. Oké, okay, oké, okay, okay, maar rustig aan, want anders ga je gewoon alles vertellen en dan mag ik geen vragen stellen. Oh ja, die hebben een walk in oh ja, 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 dus ik, uh, Nee, maar oké. Oké, dus dat gaat er gebeuren. Het wordt een, als het goed zit, en het gaat sowieso goed zijn, een drieënhalf-durend programma. Vol poëzie, art, everything is gonna be there, right? Dan zang, prosa, poëzie. Yes, oké. Okay. Mag je wat namen noemen? Of is uh, je... het een verrassing? Nou, er zijn wat verrassingen, maar ik mag uh, vertellen dat Ruth Ravales, Obed Canapé, Mavis Noordwijk, Dave McDonald... Uh, Even nadenken. Uh, Stanley Sleengaard, oftewel S. Sombra, um, allemaal op het podium zullen staan. Uh, Sui Lanchon staat er dus ook, en dat is dus de jongste artiest. En uh, Sombra is de oudste, dus je hebt eentje van uh, nog geen 15, en eentje van boven de 85. We zijn samen, zijn alle artiesten ongeveer anderhalfduizend jaar oud. Dus als we een fractie daarvan op het podium kunnen neerzetten, dan mag ik gelukkig zijn. Uh, en... Gaat gelukkig zijn? Ja, ik, ik hoop het. Ik hoop dat de mensen er ook echt op afkomen. Uh, vorig jaar was de opkomst heel erg mooi. Ik heb uh, meer aandacht besteed aan de toegankelijkheid. De gedichten zijn in het Nederlands, het Engels, het Spaans, het Samaka, het Okanisi, Surinaamse gebarentaal, Suriname, Hindi, Sanskrit en de shebang. Uh, ik mis er eentje volgens mij. Mis maar... niet erg, niet erg. Mis <laughs> niet erg. We gaan lekker door. Oké, okay, dus uh, breed scala aan. Uh... Artiesten zal ik ze noemen, kunstenaars, die mensen die wat moois gaan neerzetten voor de bezoekers natuurlijk. Je hebt maar gezegd, je hoeft geen kaart te kopen, want nu meer dan ooit zou kunst en cultuur toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Maar hoe laat begint het? Waar is het precies? Want je hebt gezegd dat vorig jaar een plek was beschikbaar gesteld, maar waar is dit jaar? Dit jaar is het uh, op het terras en in de foyer van Theater Thaalia. En. Uh... Theater Thalia is dus beschikbaar gesteld door, uh, door Theater Thalia met de facilitatie van uh, HB Media. En daar ben ik dus ook dankbaar voor. Het is echt een, een initiatief uh, van de samenleving, door de samenleving. Omdat het niet met overheidsmiddelen, maar met persoonlijke middelen wordt gedaan. Heel veel mensen komen in. Uh, weet je, een tante maakt een, een pot avondsoep voor de artiesten. Uh, een ander komt met een beamer. Weer iemand uh, stelt een luidspreker ter beschikking. En uh, het, het is allemaal een... Bij één geheel en dat komt wel goed. Uh, we beginnen om uh, strak om zes uur uh, s'nachts. Het is wel de bedoeling of s'avonds, maar het is de bedoeling om een inloop van half zes tot zes uh, te hebben. En dan gaat het programma door tot 9 uur. Nou, spannend hoor. Je hebt eigenlijk alles al gezegd, maar nu je hier zit en um, je hebt eigenlijk ook eigenlijk heb alles al opgenoemd, dus ik denk van alle werk dat je hebt gezet, hoe voel je jezelf ook bij dat je dit weer voor de tweede keer kan neerzetten. En voor het al is geweest, eigenlijk met zekerheid zeggen, dat dit gewoon weer een succes zou worden. Ik ben blij dat we een diversiteit aan artiesten en uh, ja, kunstenaars podium bieden. Ik ben blij met uh, de verschillende leeftijden, alle verschillende genders, en seksen en etniciteiten die op zo'n organische wijze deel zijn van de avond. Uh, dit jaar is er dus ook een mini-exhibitie in de foyer van uh, Theater Thalia, waarbij uh, mensen hun uh, vlechtwerk, gemaakt door uh, vrouwen in het binnenland, uh, uh, inheemse sieraden en uh, kleding ter verkoop aangeboden zou worden. De Schrijversgroep 77 staat er met een boekentafel, de Atlantis Books ook. Een aantal van de, uh, de dichters bieden hun dichtbundels ter verkoop aan. En uh, we wilden dus ook via die component uh, aandacht besteden aan uh, vrouwen vooral die uh, een bepaalde kunstuitput hebben en kunst produceren en het aan de man brengen en uh, de samenleving daarin meevoeren. Dus ik denk dat we een heel mooi evenwichtig programma hebben. Er zit waarschijnlijk voor iedereen wat bij. Het is toegankelijk voor, ik zou zeggen, alle leeftijden, maar ik denk dat het vanaf 12 jaar een, een prima begin is om uh, ook een beetje gelet op. Tijdstip, de onderwerpen zijn tamelijk zwaar, maar het wordt gebracht op een uh, verteerbare wijze. Het is niet de bedoeling om mensen een, een akelig gevoel te geven. Uh, we zijn wel heel eerlijk over de groeiende etnische en sociale spanningen die er zijn. En ik denk dat via kunst en cultuur de, het, het, het uh, adequate tegengif kan worden geboden. Oké, okay, en dat houden we ook gewoon doen? Daar zet ik me voor in. Nee. En dat doen de artiesten ook. Oké, okay, nou, het klinkt als een prachtige avond in wording. En uh, als het niemand je nog even zegt, alvast bedankt voor je inzet en uh, dat je dit doet. En ik wil je heel veel succes wensen. Ik heb eigenlijk een niets aan toe te voegen. Ik wil je bedanken voor het komen, ik vond het een uh, bijzonder gesprek. En <laughs> uh, just do it, just keep on doing you. Ik apprecieer het, ik hoop je daar te zien. Ik hoop het ook. <laughs> Dat is de beste I can do. Maar I will try. I helemaal will try. Nee. Ik kreeg de uitnodiging van, maar dan nee. komt, het, in nee, helemaal daar komt het helemaal goed. Nee, daar komt het helemaal goed. Nogmaals bedankt voor het komen. En jullie zijn ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Matthijs Samuel bij ons in de studio en hij was hier om ons te vertellen over de Alla Conripo Manetti. En die wordt gehouden op 21 maart in de foyer van Thalia. Het is geheel gratis. Het is een avond vol poëzie, uh, kunst. Everything wat je je daarbij kan bedenken. Er is een sterke sterke, sterke line-up van de jongste is 15 jaar oud, oh, de oudste is in de 80, Sombra is degene die dat is. En als jij daar komt, dan weet je dat je gewoon kwaliteit zal krijgen. So, als jij geïnteresseerd hierin bent, wacht niet langer. Kom op 21 maart om 6 uur en uh, get ready to be surprised. And remember, your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.